naar aanleiding van een conflict tussen WNL-hoofdredacteur Bert Huisjes en eindredacteur Rachel Fransen, waarbij ook sprake zou zijn van een onveilige werkomgeving, heeft BNNVARA besloten uit Opeen te stappen. De Volkskrant meldt dat verschillende, oud-redacteuren hun onvrede hebben geuit over het leiderschap van Huisjes, die als overkoepelend coördinator bij Opeen fungeert. Fransen heeft vorige week na 4 jaar bij het programma haar functie neergelegd vanwege een persoonlijk onveilige werkomgeving die volgens haar door Huisjes werd gecreëerd. BNNVARA heeft voorgesteld dat Huisjes afstand doet van zijn positie binnen het samenwerkingsverband, waar naast WNL en BNNVARA ook Omroep Max en de EO deel van uitmaken. Dit voorstel heeft echter geen resultaat opgeleverd. Volgens BNNVARA is Huisjes ook niet bereid om een onderzoek naar de werksfeer te laten plaatsvinden. Huisjes zelf heeft laten weten dat alle medewerkers van Opeen dit jaar zijn geïnformeerd over de mogelijkheid om hun ervaringen te delen met de commissie van Rijn. Deze commissie is momenteel bezig met een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de NPO en Hilversum, in navolging van de misstanden bij het programma De Wereld Draait Door. Huisjes benadrukt dat een veilige werkomgeving prioriteit heeft en dat dit aan alle medewerkers is medegedeeld. Afgelopen woensdag werd bekend dat BNNVARA per augustus stopt met de talkshow Opeen vanwege een verschil van inzicht over de aansturing en invulling van het programma. Er werd geen specifieke reden gegeven. De overige omroepen die betrokken zijn bij Opeen hebben vervolgens laten weten dat er al enkele weken wordt gesproken over een nieuwe redactionele structuur om een meer eigen geluid te kunnen laten horen. Er is nog geen informatie beschikbaar over hoe de vrijdagavonduitzending van Opeen, die momenteel nog door BNNVARA wordt verzorgd, vanaf augustus zal worden ingevuld.